Goedendag en welkom bij dit laatste wintersportweerbericht van 2012. Het jaar zit er bijna op en het jaar wordt ook in mooie stijl afgesloten in de Alpen met veel zon en droog weer. Gaan we dan naar de computerberekeningen kijken, dan zien we dat ook terug. In de loop van de dag gaat vanuit het westen de bewolking wel iets toenemen, maar pas morgen in de loop van de dag komt vanuit het westen een storing met regen en sneeuw dichterbij. Kijken we dan wat meer in detail, dan zien we veel zonnetjes in de Franse Alpen. Temperaturen rond de 1500 meter wel net iets boven nul. Dus voor de beste condities moet je toch echt naar de wat hogere pistes. Dat geldt zeker voor Zwitserland, want aan de noordkant van de Alpen wordt het 6 of 7 graden op 1500 meter. Dus echt ruim boven de 2000 meter blijft het vriezen. Kijken we dan in de Italiaanse Alpen, de Dolomieten, het Aosta gebied, ook daar veel zon, temperaturen tussen de 1 en 7 graden op 1500 meter. En ook in Oostenrijk over het algemeen veel zon, temperaturen rond de 4 of 5 graden op 1500 meter. Kijken we dan naar het brede plaatje voor de dinsdag. Vanuit het westen komt dus een gebied met sneeuw dichterbij. Het oosten, Oostenrijk en de Italiaanse Alpen hebben dan nog droog weer met vrij geregeld zon. Op de woensdag bereikt de sneeuw ook Oostenrijk en de Italiaanse Alpen. Er valt dan in het hele Alpengebied tussen de 2 en 10 centimeter sneeuw. En de temperatuur ligt rond of onder het vriespunt ook op 1500 meter. Ik ben Ben Langkamp voor Snowplaza.